Het is de avond van de filmmuziek en vanwege het 5-jarig jubileum voor het eerst in een uitverkochte Ziggo Dome. Voor deze jubileumeditie is de presentatie in handen van cabaretier Peter Pannekoek. En zijn co-host is een van de beste contrabassisten ter wereld, Dominic Seldes. Peter, we wisten al dat Dominic heel erg van films houdt, van filmmuziek. Maar jij bent ook film-obsessed, heb ik begrepen. Ik ga één keer per week naar de bioscoop. Ja. Ook, dat is veel? Ja, ik ben ook verslaafd aan popcorn. Maar dus die twee dingen, nee, dat vind ik heerlijk, ja. En als je probeert te fantaseren over een film in de bioscoop zonder muziek? Ik denk dat er meer films zijn waar niet in wordt gepraat dan dat er geen muziek is. Waar er niet in wordt gepraat dan dat er geen muziek is. Ik weet niet of dit zo is, maar dit klinkt in ieder geval heel intelligent. Maar, ik moet er ook heel veel over nadenken voordat ik het begrijp. Nee, maar voor mij, kijk, vaak is zo dat je een... ik weet ook nooit wat nou eerder is. Soms heb je veel muziek, refereer onmiddellijk aan, oh ja, in die film. Mm-hmm. En ik weet, was de film nou zo goed? En ben ik daar de muziek goed gaan vinden? Of was de muziek zo goed dat daardoor de film ook zo goed wordt? Voor mij dat inherent aan elkaar, maar het hoort wel bij elkaar. En het sleept je helemaal mee. Het is essentieel, ja. Huil je ook wel eens in de bioscoop? Heel soms. Ga je dan ook alleen als je één keer per week? Ik weet niet. Waar wil je naartoe? Ja, wil ik je mee? Ja, waarom niet? Ja. Nee, maar ik wil niet omdat ik alleen ben, maar omdat ik de film dan zo goed vind. Dat snap ik. Dit was jubileumeditie in de Ziggo Dome. Het was uitverkocht, 11.000 mensen. Wat voor avond was dat voor jou? Ja, groot. Ja, nee, het is gigantisch. Maar het Metropoolorkest is waanzinnig goed. Het Groot Omroepkoor. Een gastartiest, Dominic Seldes, met al zijn kennis. Ik vond het wel een fantastische avond. Heb je ooit voor 11.000 mensen opgetreden, zo op deze manier? Nee. Ook eng, toch? Ik dacht, kijk, het draait helemaal niet om mij. Wat ik ook niet gewend ben, normaal toer ik. En dan draait alles om mij. Het hele leven. Een onnuchterend moment. Het is een heel vervelend moment. Dus ik heb wel even gehuild op die avond. Maar ik voelde niet echt een druk. Ik dacht, eigenlijk het Metropoolorkest, die moet het doen. En ik ben maar een bijzaak. Eigenlijk ben ik een vervelend tussendoortje. En daarna gaan ze naar de echte... Wat maakt op jou de meeste indruk? Ik vind Requiem for a Dream, de filmmuziek. Vind ik. Laten we even kijken. Zo goed. Dat moet overweldigend zijn als je er dichtbij staat, toch? Dat is anders dan in een bioscoop of wat je op een plaat hoort of wat dan ook. Ja, heb je die film gewoon eens gezien? Ja. Ja. Heel happy end, hartstikke leuke, gezellige, met de kinderen kijken. Ja, niet huilen. Dominic, did this impress you as much as Peter? The whole thing, I'll tell you who impressed me, was Peter. This is a really brilliant young man. It's really a pleasure to share the stage with somebody who works so hard at their craft. He takes being funny very, very seriously. And I was really overwhelmed with the professionalism for such a young man. It was hij is really... Engels, hij ze hebben er helemaal niks. No. Alles die ze hebben er helemaal niks. This is the problem. Take the compliment, because I can't actually tell him in real life, because he doesn't listen. And I think there is no doubt that us being on the stage of Ziggo Dome is just some mind-explodingly exciting. The orchestra raised their game completely. Oh, that's a cracking photo. How many chins can I have? For musicians' ears, what does it sound like in such a big space with so many people? Yeah. To the audience, it's really great. I have to be honest that when I stood there, I maybe it's because I wasn't very funny at all, but I didn't feel the immediate reaction that you get with my normal audience when I'm telling jokes on stage, which is to about 14 people. So this is...
When there's 11,000, it takes a long time for the wave of enthusiasm right, to come over. Right, but then it rolls you. Back but over. But then you've already moved on to the next thing. So actually, you rely on friends and family afterwards to say, well, you know, did it was it good or not? It's really mad, but there's no way to practice it because you're out there. You go from, in Peter's case, a couple of thousand to 11,000. That's a huge difference. It is. But, oh, my goodness, I never thought in a million years I'd be doing it. We asked you to pick a favourite as well. Yeah. What did you choose? What did you tell me to choose? I didn't tell you what to choose. No. Actually, I have three favourites. The Incredibles, it was awesome. Mission Impossible was great. Mm-hmm. But last time I was here, we had the Metropole Orchestra sat right there doing James Bond in a mini version, and the big version on the last Friday night was awesome. Let's have a look. Classic. Yeah. Everyone in the world loves it. You like this. That? You like the way Jules is in the round the spotlight thing? That's rather clever. I was quite impressed with that. You yourself? Yeah. Were part of a James Bond soundtrack in your lifetime. Yes. You were only 21 years old when that happened. Were you like a child prodigy? Was I only 21? I think so. No. Was that another one of your lies that yes, you told me? Yes. There's now come back to haunt me. No, I think I was a little bit older. I think I was 24. Okay, so extremely young. No, I got lucky. I got lucky. I just got the call, and it was nothing to do with anything other than I was working for that particular fixer at the time, and I got the call, and you just turn up, and, you know, the thing Wait, about... Wait, what is a fixer? Okay, a fixer is the person that is the go-between between the musicians and the film studio. Okay. So they say, or the composer, and the composer says, I need 15 violins, and the fixer then fixes those violins. But the fixer is a god in the film industry. There are about five. There's a couple in the States and about three in London. So you treat a fixer like a god as well as being a musician? Sure, because they're worth an incredible amount of money. If you're not working for a certain fixer, then you're not working. He calls you up and he says what? He says, can you be at Olympic Studios at 10 o'clock? And the answer, of course, is yes. You don't know anything about it. And you turn up and on the stand is the music. Most film music is sight-read. It's only ever played once. Wow. So, which is extraordinary when you think, you imagine that they go home and rehearse and everything, but it's simply not true. I'm sorry to break everybody's bubble. That's okay. But the reason why it's in LA and London is because those musicians are able to sight read perfectly first time. So that's what happened on the page, and it says James Bond, Goldeneye, and then you know that it's going to be a good day. And this was you, 24 years old, Goldeneye. Yes, indeed. How can you ever top something like this? Well, you can't. I mean, the reality is... What was the paycheck? it was embarrassingly small. Well, actually, it wasn't too bad. I think it was about £200 or something. But I still get paid at least 70, 80 pence a year from royalties. So it's, but it's actually given me so much more. I didn't realise, I mean, you don't realise that it's going to be such an iconic bass line. And it's a party favour forever, It's just really, it's just a gift that keeps giving. Iets anders wat gisteren, ik moet zeggen vrijdag, wat er was augmented reality. Ja, ze hebben me de hele week geprobeerd uit te leggen wat er ging gebeuren. En ik begreep er echt heel... En ik kan het ook niet uitleggen wat je gaat zien. Voor mij moet je het... Je moet het gewoon zien. Ja, wat tegen mij zei, het is in de zaal en het is er niet en het is er wel. En het is... En het maakt veel indruk 3D, op mensen. 4D en mensen gaan het geweldig vinden. Laten we even kijken. Alsof je het kan aanraken. Ja, je ziet het in de zaal weer op het scherm dat het boven je zweeft, maar dan zie je het boven je niet. Je ziet in de zaal op het scherm dat het boven je zweeft, maar dus, ja. Waarom maak je het zo ingewikkeld? Ja, gewoon. Het is, You can't touch it. No, you can't touch it. But it feels real. Yes, it's.
It's augmented reality. Mm-hmm. So, and it takes a little bit of imagination. But when you see it like that, it really does look like the roof is opening up and the dinosaurs came in and. I actually have the images of the dinosaurs. That was really cool too. Maybe we can see that. Oh yeah. So they're watching it on screen, on the big screen. Het is een beetje als God. Het is er, maar je kunt er niet aanraken. Dat is een beetje wat de... En voel je dan ook dat de zaal... Hoor je de zaal van... Oh, of zoiets gebeurt, zoiets? Nou, ik vind altijd het leukste wat je in een zaal hoort... is als je iets aankondigt en je hoort van yes. Bijvoorbeeld Gladiator is toch wel vaak een groot favoriet van veel mensen. Dat ze blij zijn. Ja. Stond iedereen eigenlijk of bleven mensen zitten? Op het eind is iedereen gestaan. Bij de Blues Brothers is iedereen overeind gegaan, ja. Ja. Komt het terug? Next year? I hope so, because I've already spent it. Already? Yeah. Yes. I think so. I hope so, and because it's just a great night, and the music is just so awesome, and there's so much of it that we could play next time, and it's, you know, it's great. De avond van de filmmuziek wordt in twee delen uitgezonden. Het eerste deel is aanstaande zondag te zien om 11:15 op NPO 1. Dankjewel. Jullie allebei bedankt. Jullie ook bedankt. We zijn straks weer kijken. Tot morgen.